Nu ik het doe, realiseer ik me ook wat ik doe. Ja. Maar dat is nog steeds dat trage brein, hè, vanwege corona. Ach, het gaat gewoon zo langzaam. Het is echt... Het is niet alleen die opleiding en van jou, maar ook nog gewoon dat corona. Het is echt niet normaal. Wat heb jij tegen die opleiding van mij, Klaas? Niks, we gaan verder. Tamara en Jurgen uit Etten-Leur, die hebben heel kort kunnen genieten van het idee een getrouwd stel te zijn. 2 dagen na de bruiloft blijkt hun huwelijk alsnog ongeldig. Dat is een beetje de wedding march in deze vorm, zeg maar. Ja, dan ging je, Tamara. wat een verhaal, joh. Vertel eens even. Ja. Je houdt nog wel van je man, dus, hè? Van Jurgen. Tuurlijk. Ja, joh. Wij maken altijd van dit soort dingen mee. Dus dit liedje is wel een goeie. Die ga ik onthouden voor de tweede ronde. Spreekboekdelen. Maar wat is er gebeurd? Jullie zijn getrouwd. En toen? Wij zijn getrouwd. Nou, ik ben altijd wel een beetje eigenwijs. Dus ik wilde per se op zondag trouwen. Nou, dat bleek na een hoop gedoe bleek dat niet te kunnen. Nou, prima. Wij zouden op zaterdag de getuigen bij elkaar roepen. Zondag de ceremonie, maar zaterdag het officiële gedeelte. En toen kwam corona. Iemand moest getest worden van de getuigen. Dus het kon op zaterdag niet doorgaan. Oh. Nou, het zou allemaal wel in orde komen. Dus het werd verschoven en niks aan de hand. De bode komt ons boekje ophalen. We hebben een leuke dag gehad. Een band erbij. Weet ik veel, alles erop en eraan. 2 jurken. Leuke gasten. Het hele feest is ook echt verplaatst 1 dag? Nee, het hele feest zou op zondag zijn. Maar de ceremonie, de officiële gedeelte, zou even op zaterdag zijn. Ja. Zo, zo. Ja. Oké, okay, heel helder. Ja. Ja. Maar gewoon alles meegemaakt, 2 jurken. Maar het zou goed komen. Het mocht gewoon allemaal uppeten. Ja, alles erop en eraan. Bandje erbij, live muziek. Een dronken oom. Helemaal leuk. Struikelde. Allemaal gewoon alles wat erbij hoort bij een bruiloft, zeg maar. Ja. Allemaal dronken, ja. Ja, precies. En toen? Nee, het was gewoon superleuk. En wij gaan maandag op vakantie. Lang leven corona, lekker naar Zeeland. Surfen en suppen, helemaal leuk. En we worden gebeld na 2 dagen door iemand van de burgemeester. En er is iets fout gegaan. Nee. Oh, oké. Okay. Wat dan? Ja, nee, dat moeten we nog even uitzoeken. Kunnen jullie op kantoor komen na jullie vakantie? Nou ja, prima. Nou ja, die vakantie viel ook een beetje in het water. We zaten al aan het water, maar hij viel ook nog een beetje in het water. Ja. Maar goed, we konden er nog wel een beetje om lachen. En we dachten, ach, zal wel goed komen. Extra notitie erbij of eventjes snel met de kinderen opnieuw. Onze kinderen waren allemaal getuigen. Wij dachten, nou, komt helemaal goed. Wij tekenen even opnieuw en we lachen erom en klaar. Maar de burgemeester vond het een goed idee om alles door te sturen naar het Openbaar Ministerie. Wat? En Openbaar toen Ministerie? Werd het een heel lang verhaal. Ja. Want je bent een soort crimineel, ben je? Verhaal. Ja, er zou misschien wel iets kunnen zijn waardoor dat wij dat misschien met voorbedachte raden hebben gedaan. Oh, maar ja, dan zijn ze inmiddels achter dat dat helemaal niet kan. Ja. Ja. Achteraf is het dus allemaal in orde gekomen. Maar ja, inmiddels kunnen wij nu op dit moment nog steeds niet trouwen omdat de gemeente, die dus heeft gezegd dat het niet geldig was, wel alles in heeft geschreven. Overal, bij de Belastingdienst, bij alles. Dus we moeten toch nog doorgehaald worden, ondanks dat het niet geldig is. Dus je moet eigenlijk scheiden nu weer, een soort van, om weer te kunnen trouwen. Ja, nee, doorhalen. Het bestaat gewoon. Nee, doorhalen. Oh, het is doorhalen. Letterlijk het woordje doorhalen. Doorhalen. Dus het heeft niet bestaan. Dus nu zijn we een beetje in conclave met de burgemeester, want ik wil natuurlijk eigenlijk ook wel gewoon weer een nieuw feestje. Ja. Maar daar ja. komt ze nog niet helemaal mee over de brug. En welke gemeente hebben we het over? Etten-Leur, ja, dat dacht ik al. Ja, dat dacht ik al. Dat gebeurt daar vaak volgens mij. Ja. Oké, okay, maar je moet dus nu opnieuw trouwen. Maar weet je, laten we het positief bekijken. Hij kan ook weer opnieuw op zijn knieën. Je kan alles weer opnieuw doen nu natuurlijk, hè? We kunnen alles opnieuw doen, maar nu mag hij op zijn knieën, want ik was op mijn knieën gegaan. Oh, maar dan zou ik sowieso even verder kijken, denk ik, Tamara. Dat kun je nu ook weer doen natuurlijk, nou, hè? Je kunt even een doen, want hij is een... Ja, precies. Nou, hij is een goudsmid, dus het was ook niet heel tactisch voor mij. Nee, nee. Een leuke ring. Dus ik liep mijn verlovingsring mis. Dus vandaar dat we het nu toch nog opnieuw moeten doen. Oh, maar dit had zo moeten zijn. Wees de burgemeester het Openbaar Ministerie dankbaar, zeg maar. Dit is gewoon, ja, ik heb ze gewoon allemaal ingelicht en het uitgelegd. En we hebben het zo kunnen regelen. Ja, nou oké, okay, hartstikke fijn. Eind goed, al goed uiteindelijk, Tamara. Wat een verhaal. Ze dacht getrouwd te zijn, maar bleek toch niet getrouwd te zijn. En dan ben je lekker een boef. Ja. Zo kan het gaan. En wat is je boodschap naar de burgemeester van Etten-Leur? Nou, daar heb ik geen boodschap voor. Die weet de boodschap wel. Oeh. Ik heb eerder... Tamara, een heel gelukkig huwelijk gewenst samen met jouw Jurgen. Ja, dankjewel, hè.